Nou, daar zijn we weer na 3 maanden. Het is vandaag woensdag 1 september. En zoals beloofd in mijn laatste vlog, in juni was dat, zou ik in het najaar weer terugkomen. Dus hier ben ik. Ik moet eerlijk gezegd wel even terugkijken hoe mijn laatste vlog eruit zag. Want dat is zo lang geleden. En er zitten zoveel maanden tussen en gebeurtenissen. Dat ik even kwijt was waar ik was gebleven. Maar goed, 1 september. Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Najaar gaat beginnen. Daar ben ik niet zo heel blij mee. Want de avonden worden vroeger donker en het weer wordt minder. En ik moet eerlijk zeggen, ook de zomerperiode was daar niet bepaald wat ik ervan verwacht had. Qua weer dan in ieder geval. We hebben hier daar wel wat mooie dagen gehad. Maar over het algeheel vond ik het een minder goede zomer. Wel veel weg geweest. Dat was wel heel erg leuk. Veel gefietst. We hebben de Hanzestedenroute gefietst door alle Hanzesteden, bijna alle Hanzesteden. We hebben in Egmond veel gefietst. We hebben aan de Loire veel gefietst. Daar hebben we ook gefietst in Frankrijk. En wat erg leuk was, we hebben altijd 2 Franse meisjes in de vakantieperiode gehad, vanaf hun 5e jaar. Die hadden we 7 jaar geleden voor het laatst zien. Toen waren ze 22. En nu hebben ze weer opgezocht in de Mandië. Zijn nu 29, wonen zelfstandig met een vriendje. En helemaal goed. Hartstikke leuk om ze weer te zien. En dat maakte de zomerperiode extra bijzonder. Voor de rest natuurlijk ook nog wel even de politiek gevolgd. Nou, daar heb ik het maar liever niet over, want het is natuurlijk belachelijk wat er gebeurt. Dat de partijen niet met elkaar in overeenstemming kunnen komen. Dat ze het niet uit kunnen vinden. Dat het heel erg op persoonsgebied zit. Nou, als dat ons land moet regeren, daar ben ik niet zo heel erg blij mee. Plus dat er gewoon allerlei ministers en staatssecretarissen plotseling verdwijnen. En dan tijdelijk opgevolgd worden. Dus er is een giga verlies aan kennis, aan dossierinhoud. En dat moeten we allemaal accepteren. Dat de dames en heren, minister, staatssecretaris, bezwijken voor het grote geld en lobbyist gaan worden. Gaat niet goed met Nederland wat mij betreft. Hè. De hele eer die je vroeger had om het land te mogen dienen, dat is volledig verdwenen. Het is heel erg kortcyclisch scoren en dan weggekocht worden voor het grote geld. Vind ik jammer. En ik vind het erg. En dan plotseling hele veranderingen in uiterlijkheden. Ik herkende Lilianne Ploemen niet meer. Ik moest echt 3 keer kijken. Dat ik dacht, wie is dat nou dan weer? Hebben ze een nieuwe bij de PvdA. Maar die blijkt een snel kapsel aangemeten te hebben. Dus die ziet er plotseling uit als een rockster uit de jaren 50. Als ze nou ook nog inhoudelijk sterk is, dan vooruit dan maar weer. Dat was even mijn eerste vlog zo, om eens even weer op gang te komen. Wordt natuurlijk boeiende tijd in het najaar, wat ik al zei. Wat gaat er gebeuren met de politiek? Wat gaat er gebeuren met de Taliban? Wat gaat er gebeuren met vaccinatie? Dus ik denk dat er heel veel onderwerpen blijven overblijven om in het najaar aandacht aan te besteden. Dat doe ik dan ook graag en dat blijf ik ook doen. Want de vakantieperiode zit erop. Dus we gaan er helemaal voor. En ik hoop jullie dan ook volgende week weer opnieuw te zien. Ik zou zeggen, tot dan!